Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Toch nog eens even teruggekomen naar deze dubbeldekker. Ik heb inmiddels het achterwiel, het wiel gerepareerd. Er is wel wat lijm te zien. Ik denk dat ik dat nog een beetje bij ga kleuren. Maar dat komt later. Toen ik hem openmaakte zag ik dat het hier binnenin een keer gesmolten is geweest. Misschien iemand met creatieve lijm. Kijken of ik dit goed in beeld ga krijgen. Of het is daar veel te warm geweest met de gloeilampen. Hierdoor was de rode verlichting, eens kijken. De kleurstof van de rode verlichting was op een van de lichtgeleiders gesmolten, die zelf ook weer half afgebroken, half gesmolten was. En het rode lampje hier is dus op de punt redelijk wat van zijn kleurstof kwijtgeraakt. Dus toen ik hem op de baan zette om te kijken hoe die eruit zag, had ik twee keer wit licht. Ik heb daarom de gloeilampen in deze vervangen voor LED's. En hier binnenin heb ik, eens kijken, kabel gepakt. Dat zal het zijn. De 1,5 mm kabel. 1,5 mm lichtgeleider, zoiets als deze, alleen dit is dan de wat dikkere variant. Klein stukje vanaf geknipt, een tang gepakt en hem goed warm gemaakt en hard geknepen. Hierdoor hebben die lichtgeleiders deze vorm gekregen van de verlichting. Of in ieder geval iets wat er heel dichtbij in de buurt zit. Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de lichtgeleiding nu een stuk beter is. Alleen, helaas, doordat dit allemaal gesmolten is, lekt er vrij veel van de witlicht naar de rood en andersom. Maar dat is ook niet iets wat ik nog kan verhelpen, ben ik bang. Dat is een keer gruwelijk misgegaan. Dat zal ook best wel gestonken hebben. Wat ik verder heb gedaan is, ik heb hier een laserdecoder zitten. Die heb ik netjes geprobeerd weg te werken hier achter de stoelen. Die laserdecoders die hebben ook de mogelijkheid om de motoren aan te sturen. Maar dat heb ik bij deze niet gebruikt. Dus ik gebruik hem als functiedecoder. Zo'n decoder is ook iets van 10 euro. En ze zijn redelijk voor wat oudere treinen. Maar voor Limas of zo. Maar voor echt mooie treinen zou ik zeggen pak een andere decoder. En dat is dan ook waarom ik er nu wat over heb. Nou, deze hoeft in feite al echt maar in elkaar. En dat ga ik dan ook rustig op mijn gemak doen. Deze openmaken trouwens. Je moet hier iets tussen zetten, zodat dit clipje losgaat. En dat gaat pas los met een heleboel gekraak en niet zo prettig geluid. Als je echt denkt dat het op scheuren staat. Maar het is gelukkig goed gegaan. Dus ik ga deze dichtmaken. En dit kabeltje hier eruit halen. En het eindresultaat zal ik zo even laten zien. Dan kun je wel degelijk die lichtlekkage nog zien. Helaas. Maar voor de rest zie je dat het best mooi geworden is. Dus bedankt voor het kijken. En geniet ervan. Hier zie je de witte verlichting met duidelijk ook de lekkage. Aan de binnenkant kun je ook de lichtlekkage zien. En de rode verlichting. Ook met lekkage naar andere plekken. Beter dan dat het was. Toen was het twee keer wit. Dit is de locomotief. Met gewone gloeilamp. Maar hiervan is de hele binnenkant niet gesmolten. En ook bij rood zie je vrij heldere rode lichten zonder veel lekkage. Dus dat is het verschil. Met een goede binnenkant en een gesmolten binnenkant. Misschien dat ik nog een manier ga bedenken om die binnenkant te repareren. Of misschien dat ik een keer een oude op de kop tik en daarmee deze in goede staat breng. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en meer van dat. En tot de volgende keer.